Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters praat tijdens de eerstvolgende vergadering over een vuurwerkverbod voor particulieren. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Schiedamse burgemeester Verver. Zij zei in haar nieuwjaarspeech dat ze de schade die elk jaar wordt veroorzaakt door vuurwerk helemaal zat is. Het industrieterrein aan de industrieweg in Klaaswaal is door de brandweer afgesloten in verband met het opruimen van asbest. Die kwam vannacht vrij bij een brand in een tuinhuisje. De rechtbank in Rotterdam buigt zich vandaag over het dodelijk ongeval op de Groene Kruisweg in Spijkenissen van 1 april. De 19-jarige Imre Kok uit Hoogvliet stak ter hoogte van bioscoop Arcaplex met haar fiets de weg over en werd geschept door een auto. De bestuurder daarvan reed 130 km per uur, waar 80 km was toegestaan. De uitgestelde presentatie van het RIVM-onderzoek naar de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk is vanmiddag om half zes in Breda. De betrokken veiligheidsregio's geven tijdens die persconferentie meer duidelijkheid over eventuele schadelijke gevolgen voor omwonenden en gewassen op het land. Het Rotterdamse op- en overslagbedrijf VOPAK investeert 20 miljoen in de Groningse Eemshaven. Er wordt daar een grote opslagterminal voor olieproducten gebouwd.